Hartelijk welkom op de prijs- of penninguitreiking van 1999. Het stripschap voelt zich zeer vereerd door toch elk jaar weer een mooie evenement te kunnen inzetten. Met name nu in de Brabanthallen, wat voor het eerst is en toch blijkbaar een heel groot succes is. Men vindt het intiem, men vindt het leuk en ik geloof dat er een heleboel bezoekers zijn waar het eigenlijk ook allemaal om draait. Vandaag beginnen we met de prijsreikingen van de penningen. De penningen zijn de PH Frankfurterprijs, het jeugdalbum van 1999, het beste buitenlandse album van 1999 en het beste Nederlandse album. Ik geef hier het woord aan Jaap van Oosteen. Even in het zonnetje. Welkom nogmaals allemaal, ook namens het bestuur van het stripschap. Hans zei al, we gaan vanmiddag de penningen uitreiken en uiteraard ook de nominaties, want die zitten daarvoor af. Ik wilde beginnen met het uitreiken van de P. Hans Frankfurterprijs, die dit jaar gaat, zoals iedereen al weet, naar Kees Kousenmaker. En daar wilde ik eigenlijk nu voor starten om daarmee te beginnen. In november 1968 werd in de Amsterdamse Kerkstraat het eerste en inmiddels oudste stripantiquariaat van Nederland geopend door de bescheiden heer Kousenmaker. Het was geen club, geen vereniging, geen schap, maar een vernieuwend experiment gebaseerd op creativiteit, originaliteit, jeugd, artisticiteit en Beaujolais. Kees Kousenmaker kreeg vele navolgers. En stripwinkels zijn al lang geen unicum meer, maar Kees bleef trendzettend. Zijn fijne neus voor kwaliteit heeft al menig opzienbarende expositie opgeleverd. Niet alleen bij striptekenaars, scenaristen en critici, maar ook in artistieke kringen worden zijn initiatieven opgemerkt. Het is bovendien een internationaal publiek dat hem kent als organisator, galeriehouder en uitgever. Menig toerist zal zich bij een bezoek aan Amsterdam niet alleen begeven naar het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum, maar ook een bezoek aan stripwinkel en galerie Lambiek op het programma zetten. Zoals jullie allemaal weten is de P. Hans Frankfurterprijs opgedragen aan P. Hans Frankfurter, een van de medeoprichters van het stripschap. En ik wilde graag zijn dochter Tamar uitnodigen om de prijs aan Kees te komen overhandigen. Het staat inderdaad flink in het zonnetje hier. Goedemiddag allemaal. Guido, mijn broer die er ook is, en ik vind het natuurlijk heel bijzonder om dit elk jaar weer te mogen uitreiken. En dit jaar is het wel heel bijzonder, maar ik wil eigenlijk eerst nog even iets zeggen over de mooie presentatie over Kees. Er zitten twee schrijffoutjes in de naam van mijn vader namelijk. En ik hoop dat dat volgende keer goed gaat. Het is namelijk P. Hans, dus PH. Het is niet een afkorting van één naam, dus P. Hans. En het tweede is dat je Frankfurter met een H ertussen schrijft. Frankfurt Her. Nou, volgend jaar beter. Maar het was een hele mooie presentatie. De presentatie was zelf zo mooi dat ik natuurlijk een heleboel gras voor mijn voeten wegmaait. Want iedereen kent Kees natuurlijk al. En dan is er hier net ook even een inleiding geweest. Dus wat ik nu even wil doen is een persoonlijke terugblik doen. Want ik ken Kees ook al heel lang. Vroeger ging ik altijd als een ongeveer 7-jarig meisje met mijn vader strips inkopen bij Kees. En dat was altijd heel gezellig, maar aan de andere kant ook een beetje saai. Want als ik daar dan aankwam, dan ging P. Hans en Kees, die gingen samen soms een uur lang praten. En ja, dan ben je een meisje van 7, wat moet je dan? Nou, dan ga je dus rondkijken. En mede daardoor is de liefde, mijn liefde voor strips, is enorm opgegroeid. Het was een paradijs wat daar allemaal voor het graaien en het grijpen lag. Ik mocht het uiteraard niet allemaal meenemen, maar ik had dan wel ruim de tijd om daar naar te kijken. Het is dus erg bijzonder voor ons om deze strip te, of om deze prijs te mogen uitreiken. Daarnaast heeft Kees iets gedaan wat mijn vader heel erg belangrijk vond en de reden waarom hij ook het stripschap heeft opgericht. Dat was natuurlijk om de stripliefhebbers bij elkaar te kunnen brengen en dat allemaal als een gezelligheid, zeg maar. Maar ook om de strip op een hoger plan neer te zetten. Om de strip een serieuze plek binnen de literatuur
te laten innemen. Nou, is dat niet voor alle vormen van strip uiteraard nu het geval. Binnen kunst ook wel steeds meer. Maar juist door mensen als Kees, met alle exposities en anti-kariatische zaken, heeft hij dat gewoon op een veel hoger plan kunnen brengen. Dus Kees is een grote strijder op de kruistocht om de strip op een hoger plan te brengen. En daar ben ik heel erg blij mee. Vaak is het zo, Kees, dat mensen een prijs krijgen na afloop van hun carrière. Ik ga er niet van uit en ik hoop iedereen met mij dat dit het einde van je carrière is. Dus zie het maar als een soort aanmoedigingsprijs om op dezelfde manier door te gaan. Kees, van harte. Eerd na deze toespraak en na zo lang in de stripwereld werkzaam te zijn geweest met deze PH Frankfurterprijs. Mijn naam is op dat bord ook niet helemaal goed gespeld. Het is kousenmaker zonder N, dat wist u natuurlijk allemaal. Nieuwe stelling. Even kijken om uw oplettendheid te testen. Men verwacht van mij dat ik nu wat tegen u zeg en vooral natuurlijk alle mensen bedankt die het mij mogelijk maken om hier deze prijs in ontvangst te nemen. Want ik ben eigenlijk die stripwinkel ooit begonnen uit een luiheid. Het leek me leuk om een winkeltje te hebben, stripjes te lezen en af en toe wat te verkopen en zo. Het is een beetje uit de klauw gelopen, dames en heren. Mijn dispuutgenoten zeiden bij de opening, terwijl ze het glas hieven, tot de opheffingsuitverkoop. En dat is nog steeds niet gebeurd en dat is niet mijn, dat komt niet alleen door mij. Ik ben natuurlijk een briljante man, maar ik ben vooral briljant in het kiezen van mijn medewerkers. En zoals Klaas Knol, die de laatste 10 jaar als oud klant mij begeleid heeft in dit streven om natuurlijk de beste stripwinkel van Nederland, of zo niet ter wereld te zijn. Iets wat aardig lukt. De naam van Lambiek is in ieder geval goed gespeld op dat bord. Daar staat natuurlijk ook een familie achter, een gezin. Ik zal u daar niet lastig mee vallen. We hebben ook hier ook natuurlijk zoveel mogelijk buiten de winkel proberen te houden. Maar ze hebben ook de nodige zaggerijn van mijn de hoogte en vooral van de dieptepunten van ons bestaan hebben zij aan de lijve ondervonden. Het is niet altijd leuk om met een stripwinkelier getrouwd te zijn, lijkt het. Het is een heel aangenaam vak, ik kan het u allen aanbevelen. En je zit bovendien nog in een circuit waar je af en toe een prijsje krijgt. Dat is natuurlijk helemaal meegenomen. Dat komt in een heleboel branches van de kleine neringdoende niet voor. Bovendien is het aardig dat de eerste opzet, ik weet wel, voordat ik de winkel had, heb ik contact gezocht met het stripschap. Het werd opgericht net toen ik in militaire dienst zat, dus was ik niet zo erg attent van de jongelui. Maar voordat ik de winkel begon, heb ik dus contact gezocht met het stripschap en daar heb ik toen ook op de studentenkamer van meneer Richard, Rob Richard, die later voor de universiteitsbibliotheek de stripafdeling is gaan verzorgen, heb ik ook meneer Frankfurter. Hans Frankfurter ontmoet. En kleinschalige stripwinkel. Want je moet voorstellen, 31 jaar geleden was er natuurlijk nog niet zo gek veel op stripgebied. Hij vond het terrein is wat nauw om aan de kost te komen. Nou, inmiddels zijn er honderden stripwinkels en zijn er nog veel goed werkende
amateurs die allemaal bezig zijn die culturele schat die tot zeg maar tot eind jaren 60 toch vaak bij de vuilnisbak verdween, om die voor hoge bedragen aan elkaar te verpatsen. Nou, dat heeft zijn gruwelijke kanten, maar het heeft ook zijn mooie kanten. Want veel van dat subculturele goed blijft daarmee toch voor voorkomende generaties ter studie bewaard. Naast het feit dat je als stripwinkelier ook de makers van strips leert kennen, zoals de striptekenaar zelf, en daar zelfs goede vrienden in krijgt, zoals bijvoorbeeld Peter Pontiac, voor mij natuurlijk een groot persoonlijke vriend is, maar zeer vele. Dat is natuurlijk een bijkomstigheid die wonderbaarlijk is en die, dat is eigenlijk de mooiste prijs die je natuurlijk sowieso kan hebben. En dat maakt ons leven natuurlijk als je van nature al een beetje opschepperig karakter hebt, wat ik dus heb, is het natuurlijk heel leuk om een winkel te hebben met hele interessante dingen over strips. Je zegt, en ook buitenlanders komen inderdaad ter bedevaart naar Lambiek. Ik zal het nu maar kort maken. Ik heb al lang genoeg gesmoest. Ik laat hem nog één keer zien. Het is echt, hij is nu voor mij. Ik zal geen voorstellen doen wie hem de volgende keer moet krijgen. Want ik geloof dat Hansje juist aan mij heeft voorgedragen. Een bijzonder, en dat mag ik nog wel even mee besluiten. Een bijzonder kundige jury moet dit ik dank u wel. Kees Kousenbaker. Waarmee we aan het volgende punt van het programma komen, het jeugdalbum van het jaar 1999. Kees had het net over een kundige jury. Die jury is zo kundig wat betreft hun kwaliteiten en vooral hun grenzen, dat ze bij het jeugdalbum altijd, of de laatste jaren al, besluiten om de hulp in te roepen van de echte jeugd. Ik wou eigenlijk bij de bekendmaking van die prijs ook maar wat hulp inroepen van echte jeugd. Ik wil graag de twee vertegenwoordigers van de scholen die het jeugdalbum hebben uitgekozen voor dit jaar vragen op het toneel te komen om mij te helpen om bekend te maken wie het is. Maatje, kom op. Hier zit hij in. Zij maken hem open en zij gaan het bekendmaken. Ludo, deel 2, ondergronds avontuur. Van Pierre Bailly, Vincent Martin en Dennis Lapierre. Uitgeverij Dupuis. Ik wil graag een vertegenwoordiger, want ik heb begrepen dat niet iedereen er is, van Dupuis naar voren roepen om de prijs in ontvangst te nemen. Bedankt. Dames, heel erg bedankt voor deze moeilijke ingreep. En ik wilde graag overgaan naar het volgende punt, het bekendmaken van de nominaties voor het beste album Buitenland. Dat doe ik altijd beneden. Uit te kiezen, besloten. Liever dan de moeilijke keuze te maken en één uit te kiezen, besloot de commissie om alle vier de kort na elkaar verschenen delen van meneer Johan te nomineren voor het stripschappenning.
Meneer Johan is een creatie van de Parijzenaars Philippe Dupuis en Charles Berbillon. In korte en lange verhalen beschrijven zij het vrijgezellenbestaan van de schrijver meneer Johan. Hij lijkt altijd op zoek naar de vrouw van zijn dromen, maar is uiteindelijk altijd op zoek naar zichzelf. Johans gedachtenwereld en de dagelijkse realiteit wisselen zich af in grappige verhalen waarin het personage dagdroomt over heden en toekomst of terugkijkt op zijn jeugd. Dat heeft 4 unieke albums opgeleverd, vol humor, getekend in een heldere, toegankelijke stijl. Mag ik de schrijvers uitnodigen om de oorkonde in ontvangst te nemen? Heyo, Philippe! In Pierrot beschrijft Edmond Baudouin op integere wijze het verlies van zijn dromen, zwijn jeugd. In Rakenzwart-wit tekeningen schetst hij hoe hij samen met zijn broer Pierrot opgroeide. Hun fantasiewereld komt tot leven in de tekeningen die ze samen maken en de dromen waar ze samen in vliegen. In hun tienertijd verandert hun band. Pierrot gaat naar de kunstnijverheidsschool en Baudouin wordt boekhouder. Wanneer Pierrot besluit te stoppen met tekenen, wordt de droomband verbroken. Baudouin stopt met boekhouden en tekent en droomt alleen verder. Mag ik Baudouin of een vertegenwoordiger uitnodigen om de oorkonde in ontvangst te nemen? Het 5e deel van de serie Casper en Hobbes voldoet weer helemaal aan de verwachtingen. In gags van 1 of meerdere stroken weet de tekenaar Bill Watterson zeer expressief de belevenissen vast te leggen van het etterbakje Casper en zijn speelgoedtijger Hobbes, die leeft als er niemand anders dan Casper in de buurt is. Met zijn ongelooflijke streken weet Casper ook in dit album weer zijn ouders tot het uiterste te pesten. Zijn vader is al zover dat hij er via een DNA-test achter wil komen of Casper echt wel een kind van hem is. Maar niet alleen op zijn ouders, ook op zijn oppasmeisje leeft Casper zich uit in De Wraak van de Oppas. Een album om weer van de eerste tot de laatste pagina van te genieten. De jury wil niet nalaten om ook de vertalers van dit album in de eer van een nominatie te laten delen. Dat zijn Maria van Galen, Gerrit de Jager en Kees de Groot. Mag ik Bill Watterson of vertegenwoordiger, in dit geval Kees de Groot, ook genoemd, uitnodigen om de oorkonde te ontvangen? Ja, en dan komt dan weer het moment dat het echt bekend wordt wie het is. We hebben de trommel dit jaar thuis gelaten. Het album van het jaar 1999 van Buitenlandse Oorsprong is Meneer Johan. People from Holland really know how to treat your visitors well, so I'm happy to be here. My friend and associate Philippe Dupuis is in Paris because he's working. So now you know who does what in our association. But I'm going to share this with him. I'll be back in Paris tonight around midnight, so I'll call him up and tell him, wake up. Dress up, we have to celebrate. Thank you very much. Nou. Dan komen we nu toe aan de nominaties Beste Album 1999 Binnenland.
We gaan het weer spannend maken. Met haar autobiografische reeks Barbaraal maakte Barbara Stok een reuzenstap van uitgaven in eigen beheer naar een grote Amsterdamse literaire uitgeverij. Haar onverbloemde anekdotes over seks, drugs en rock'n'roll, beschreven vanuit het perspectief van een onzeker meisje, zijn voor velen uiterst herkenbaar. Een klein publiek maakte al kennis met de verhalen uit Barbaraal tot op het bot via haar uitgaven in eigen beheer. Maar sinds kort komen Barbara Stok strips onder de aandacht van het brede publiek dat ze verdienen. Mag ik Barbara Stok uitnodigen om de Orkel in ontvangst te nemen? Hey! De heren Rijt, Gelijnsen en Van Tol veroveren met hun bijzondere fokprogramma in sneltreinvaart de Nederlandse markt. Recensies in stripbladen en dagbladen overtuigen niet alleen ornithologen van het feit dat deze heren twee zeer bijzondere vogels hebben geschapen. Compleet met matrozenpet en baseballcap stellen wij u voor aan twee vreemde vogels die vooral in strips opduiken. De eend Fokken en de kanarie Sukken. Het tweetal is inmiddels behoorlijk beroemd aan het worden en duikt overal op. Niet alleen in leuke boekjes zoals Fokken en Sukken zien het echt niet, maar ook op t-shirts, mousepads en hun eigen website, die vooral populair is bij studenten en andere bevolkingsgroepen met gevoel voor humor. In hun tweede bundel, Fokken en Sukken zien het echt niet, zijn de makers van Fokken en Sukken weer helemaal op dreef. Mag ik de makers van Fokken en Sukken uitnodigen? Want dan hebben we er meteen een heleboel. Was de naam Peter van Dongen nog onbekend in de stripwereld. Maar zijn debuut Muizentheater plaatste hem in 1990 meteen op het hoogste niveau. Dat dit 8 jaar later nog eens overtroffen wordt met Java, deel 1 van het historische tweeluik Rappokan, is een openbaring. Met de ingrijpende en artistieke wijze waarop hij in stripvorm het ontstaan van de Republiek Indonesië schetst en de manier waarop Nederlands-Indië zich na 3 eeuwen van Nederland wist los te maken, na de Tweede Wereldoorlog, maakte hij een diepe indruk, zowel binnen als buiten de stripwereld. Zelfs met dit in omvang bescheiden oeuvre heeft hij op indrukwekkende wijze de ogen van een volwassen publiek weten te openen. Peter?